43.000 mogen erin en 43.000 zitten er in de Kuip voor deze wedstrijd. En waar af en toe nog wat meer buigend en meer smuilend gedaan is over een kwartfinale UEFA Cup tussen twee Nederlandse clubs, is dat nu op het moment van de waarheid natuurlijk niet meer zo. Hier staan de beide ploegen. Jorien van den Heerik en een aantal officials, zijn collega Harry van Rij met Rillis de Beek, commissaris van de Koningin te Drenthe. Heel voetbal in het Nederland heeft de ogen gericht op de Kuip. Dat was vorige week op het Philipsstadion en toen was PSV de favoriet. PSV werd beschouwd als de kwalitatief betere van de twee. Maar hoe zijn inmiddels door Feyenoord de rollen omgedraaid? Het psychologisch voordeel van een gelijkspel in de uitwedstrijd, een gelijkspel met een doelpunt nog wel. Het psychologisch voordeel van het resultaat in het weekend met een makkelijke overwinning en een goede overwinning voor Feyenoord en een moeizaam gelijkspel voor PSV in Arnhem. En dan nog de terugkeer van Rinus Michels, de terugkeer van de toen geschorste Patrick Pauwe aan Rotterdamse kant en de schorsing deze wedstrijd aan Eindhovense kant van Kevin Hofland bovenop de nog steeds voortdurende afwezigheid van Johan Vogel. Maar het is nog niet gelopen, dat weet ook Feyenoord. PSV speelt normaal gesproken de betere wedstrijden tegen Feyenoord hier in de Kuip. Dat is de laatste jaren al zo en daarop hoopt men nu. Volop sfeer, gespannen afwachting, de lancering uit de tunnel van de beide ploegen, voorafgegaan door het arbitrale kwartet uit Engeland. Maken van sfeer heeft men in Rotterdam de smaak geleidelijk aan goed te pakken gekregen. De PSV'ers zijn uiteraard al op het veld geweest, hebben zich al aangepast aan de atmosfeer van een uitwedstrijd. Een uitwedstrijd waarin het gebeuren moet voor PSV, zeker ook met het oog over 4 dagen. Met de wedstrijd waar het in de competitie in gebeuren moet. Die tegen Ajax. En als de rook is opgetrokken zien we de opstelling van Feyenoord. Het is dezelfde ploeg als vorige week met daarin dus nu Patrick Pauwe. Glenn Lovens is naar de bank. En verder is er aan Rotterdamse kant geen enkele reden om ook maar iets te veranderen. Cignono, de uitblinker van vorige week. En Theo Lucius, rond wie misschien het geheimpje van Erik Gerets zich afspeelt. Waar de samenstelling van de elf min of meer logisch is. Met Ernst Faber op de plek van de geschorste Hofland. Verder zijn de blessures bij de vleugelverdedigers Beugelund en Bauma over. Maar Bauma zal geen vleugelverdediger spelen. Dat is toebedeeld aan Heinze. Bauma en Lucius. Misschien de sleutel bij PSV dat bouwt op Faber, die veel routine in huis heeft en het karwei van Hofland moet kunnen klaren. Graham Barber is 43, komt uit het Engelse Tring, maar overigens geen tramrijd.
en heeft de leiding van deze wedstrijd toegewezen gekregen. Zijn dit inderdaad schoenen in de juiste kleur? Feyenoord heeft met de hele ploeg nog één keer de koppen bij elkaar gestoken. Zoetebier verdedigt het doel dat nu nog gedeeltelijk in nevelen is gehuld. En wat zal er veranderen ten opzichte van vorige week? Feyenoord heeft geen enkele reden om iets anders te doen. En heeft PSV de middelen, de macht om al vanaf het begin Feyenoord anders te benaderen dan dat het vorige week deed? Of wordt het weer een wedstrijd van tactiek? Van wederzijds belagen, maar ook afwachten. We gaan het weten. En als Barber gefloten heeft, over 90 of misschien wel meer minuten voetbal. Dus de bal wordt diep getrapt door Power, verwerkt door Faber. Faber, de directe tegenstander van Van Hooijdonk. Hier de beide opnieuw in duel en Van Hooijdonk teruggefloten. Bal tegen de hand. Vrije schop is inmiddels genomen en het is een ingooi voor PSV aan de overzijde. Rommedal via Raza. Raza dus opnieuw verkozen wegens zijn snelheid, met name als directe tegenstander van de Deens International. Van Bommel. En dan is hier Lucius aan de kant van PSV. In de rol en positie die hij ook in de succesvolle uitwedstrijd in Leeds vervulde. Wat blijkt in de praktijk? Lucius speelt aan de linkerkant en Bauma op het middenveld als directe tegenstander van Paul Bosveld. Orno. Vrije schop, voordeel Feyenoord. Van Bommel en Onno hebben elkaar alweer gevonden. Hoeveel verschil zal het maken voor Feyenoord dat PSV de twee posities die van Bauma en Lucius heeft omgewisseld? Bosveld dus met Bauma in de rug. Lucius als directe tegenstander van Emmerton en Faber die te vergeefs klimt bij Van Hooijdonk. Peugelen. Van Persie. 18 jaar. Snel gekomen in de tweede helft van het seizoen, maar hij heeft nog niks sinds zijn debuut bij Vitesse hoeven missen. Ingooi gelaten aan Raza. Verdedigen door Raza, Van Hooijdonk. Nu met Ooyer in de rug. Heinze. Kesman, Bauma, diepte. Door Lucius was het. Vrij schop tegen Raza. Op een plek dik 20 meter van een doel en PSV
heeft zich gisteren bekwaamd. Raza die de bal wegslaat met de arm in de spelhervattingen. Op een training waarin ook Bouma in zijn nieuwe rol werd uitgeprobeerd met Lucius. Maar Gerets was niet gelukkig en niet tevreden met het rendement dat door PSV uit de spelhervattingen werd gehaald. Nu staan Van Bommel en Bouma achter de bal. En de bal is vrijgegeven. De muur stond dus goed opgesteld op het schot van Bouma die hier door mag. Hoewel Thomasson dacht dat er gefloten zou worden. Heinze. Beukelen. Lucius verliest de bal van Wonderen Emmerton. Aan de namen is het een en ander veranderd afgelopen week. Aan de spelopvatting niet. Allebei de ploegen op lijn achterin. En voor beide trainers is het afwachten wat het wordt. Heinze op zoek naar Kessman. Makkelijk verdedigd door Van Wonderen. Emmerton. Bosveld, Emmerton. Thomasson. Nicolas de Rooijen. Kort op Bosveld, Van Wonderen. Dat is van Feyenoord kant een spelopvatting, een spelhervatting die niet je dat is. Faber. Heinze. Via Kalou. Het hoofd van Vennegoor het laatst aan de bal gezien. Eind. Lucius. Floten tegen Emmerton. Het speelveld is weer klein. Beugelund, PSV probeert ruimte te creëren voor de snelheid van bijvoorbeeld Kessman achter de laatste linie van Feyenoord. Maar Feyenoord wil die ruimte natuurlijk niet toestaan. Enige onrust op de tribune. Van Persie. Van Hooijdonk. Bouma.
onrust is, laten we zeggen, in een neutraal vak. Niet waar de 1600 PSV-supporters zijn samengebracht. Fluitsignaal gold. Bouma. Diefste man is Van Hooijdonk. Verlengen bereikt Thomasson niet. Hier is Waterhoos. Beugelend. Het duwtje van Thomasson en de actie van Van Persie. Beugelund. Ooyer. Beugelund. De actie komt dan van Rommedaal, die ingreep door Raza. Kesman. Bouma van Bommel. Volledig mislukt schot, Wilfred Bouma. Lange trap door Zoetebier met Vennegoor en Kesman tussen de verdedigers in. Onno met Van Bommel in de rug. Voordeel, Raza. Van Persie. Faber. Van Bommel. Rommedaal, Kesman, Van Wonderen. Kalou. Ooyer. Rommedaal. Faber. Van Bommel. In Onno. Rommedaal. Bouwen. PSV mag gooien. Bal ging van Bouwen via Rommedaal en opnieuw Bouwen. Van Bommel. Kesman. Vrije schop tegen Kesman. Kalou. Onno.
probeert Feyenoord druk te zetten op PSV in dit soort situaties. Maar PSV komt eruit. Alleen is deze paas van Lucius te diep. Emmerton. Kalou. Kalou. Even weg bij Heinze, maar met de nadruk op even. Van Bommel daarna. Brommedaal, is er dan ruimte aan de andere kant? Feitelijk niet. Pauw communiceert met Zoetebier. Maar die communicatie leidde niet tot een terugspelbal. Van Wonderen. Van het hoofd van Bosveld over de zijlijn. Kiezen voor de organisatie. Waterreus voor de lange trap. Pauwe. Van Hooijdonk, Heinze. Lucius. Vennevoor. Pauwe. Onno. En PSV schiet de bal uit. Omdat Ernest Faber daar aangeslagen ligt. Contact met de eigen speler, met Ooyer. Ooyer die dan ook meest bezorgd toekijkt. Positie waarin Faber speelt lijkt bij PSV niet erg gelukkig. Faber toch al niet gelukkig in zijn carrière, met vele blessures geconfronteerd. Eerst helft van het seizoen alweer eruit geweest en nu met een wond onder het linkeroog. Met Mart van der Heuvel, de verzorger, naar de kant. En PSV even met 10. Waarom komen deze mensen naar het voetballen kijken? Voor de andere is hier Raza. Faber is alweer terug, was bij Van Hooijdonk. Kalou. Komt geel voor Van Bommel. Een overtreding in de rug, maar tevens een signaal dat de scheidsrechter, in dit geval tot genoegen van Bosveld, de teugels strak en kort houdt. Emmerton. Kalou kopte recht op Waterreus. En Feyenoord heeft, ook terwijl de herhaling liep, PSV zo goed onder druk gezet en ingesloten dat Feyenoord de ingooi alweer mag nemen.
Persie. Ooyer. Raza zoekt Thomasson. Van Hooijdonk kon daar niet bij. De meeste winst in de duels met een overtreding van Beugeloen. Nu op Van Persie zijn voor Feyenoord. Kalou. Emmerton. Bosveld. Hooijdonk. Misschien ook wel verrast door de actie van Thomasson. Na een begin dat gelijk opging, Feyenoord dus nu de betere ploeg. Vennevoor krijgt de vrije schop mee. Buitenspel Kesman. Van Hooijdonk, Thomasson. 1-0. Van Persie. Gevaarlijke voorzet. Thomasson kan er net niet bij. Achterin is nog Kalou. Het kan nog steeds voor Feyenoord. Kalou bereikt Van Hooijdonk niet. Nu is de tweede bal eindelijk niet meer voor Feyenoord en kan PSV weg. Kesman vindt Vennevoort niet. Onderweg in de aansluiting werd Lucius van de sokken gelopen door deze man, Kalou. Emmerton. Thomasson. Thomasson onklaargemaakt en Faber mag zich melden. Mocht er een halve finale voor PSV komen, dan is Ernst Faber in ieder geval de eerste wedstrijd geschorst. Dit is zijn derde gele kaart in dit Europese seizoen voor deze actie. Met als slachtoffer Jondal Thomasson. Vrij schop door van Wonderen. Van Hooijdonk. Bereikt Thomasson niet. Heinze. Faber. Heinze. Bouma Lucius. Ooyer. Beugelund. PSV wordt gedwongen door Feyenoord om compact te spelen. Ruimte wordt er niet weggegeven. Zo is PSV weer waar het net ook was.
Waterreus moet uiteindelijk wel lang trappen. En daar heeft Feyenoord in het leeuwendeel van de gevallen het meeste succes na. Persie van Hooijdonk. Onno. Emmerton wacht vrij lang. Nu is van Hooijdonk helemaal achterin. Die bal werd bijna nog gunstig verlengd voor Feyenoord door deze Bouma. Die de bal nu wegtrapt. Maar waar Feyenoord gestructureerd eruit komt, is dat bij PSV niet het geval. Uitzonderingen daar gelaten. Kees van Wonderen. Faber. Heinze. Faber Waterreus. Van Hooijdonk. Dan is Thomasson buitenspel als hij aan de bal komt. Dus doet hij alsof hij hier niet is. Kesman met power. Van Bommel. Raza neemt geen risico. Met Rommedaal in het spoor. Kesman, Van Bommel, Bouma, Heinze, Ooyer. En zo krijgt PSV de bal niet in de buurt van het strafschopgebied van Feyenoord. Op zoek naar Van Hooijdonk. Ooyer verdedigt. Lucius. Inmiddels is de zaak aan PSV kant weer teruggedraaid. In de zin dat Bouma nu bij Emmerton en Lucius bij Bosveld staat. Kesman. Van Bommel draait Onno wel de duimschroef aan, maar die zit daar niet mee. Kalou. Aansluiting door Bosveld. Terug speelt Heinze. Kesman. Maar nog op de eigen helft. Van Bommel. Beugelund als tussenstation naar Rommedaal. Feyenoord verdedigt knap en doet dat met name knap voorin en op het middenveld. Daardoor is van enige opbouw bij PSV nauwelijks sprake. Dus maar de lange trap, Waterreus. Emmerton. Wonderen. Heinze. Bouma. Bouma nu weer terug op het middenveld. Terug bij Bosveld. En Lucius weer bij Emmerton.
Terugspelbal van Bommel. Verwerkt door Waterreus. Kesman. Bauma. Bauma. Paas is geen vlees en geen vis. Van Hooijdonk. Faber. Heinze. En de voorhoofd Wesselink. Vastgehouden door Emmerton. Kesman loopt wel te zoeken voorin, maar krijgt weinig of geen bespeelbare ballen. Mogelijk nu naar de vrije schop voor de overtreding van Raza. Dan schuift PSV even op naar voren. Kesman aan de kant, gevolgd door Pauwen. En weer heeft Feyenoord snel de bal en heeft PSV een overtreding nodig in de persoon van André Hoyer dit keer. Thomasson niet laten ontsnappen. Van Hooijdonk aan die kant in de zone van Faber. Kalou. Thomasson kan er niet bij en dat gaat bovendien een overtreding. Heel even is er een klein beetje ruimte, maar die werd wat overschat door Rommedaal. Die hoeveelheid ruimte. Hooijer. Van Hooijdonk tegen Bauma tot twee keer toe. Kesman. Rommedaal, Lucius. Eerste keer dat het op iets van gevaar lijkt voor het doel van Zoetermeer. Doordat Lucius uitwijkt en voorzet. Maar Zoetermeer zag dat er geen PSV erbij komt. Kesman met Van Wonder in de rug. Onno blijft ook deze wedstrijd recht overeind. Krijgt nu een vrije schop, veroorzaakt door Van Bommel. Faber verdedigde. Voor Van Bommel en Faber is het met geel achter hun naam natuurlijk oppassen geblazen. Van Persie ligt vastgehouden door Beugeloend. Feyenoord hield even de bal. Nu PSV met Van Bommel. Zoetermeer is op tijd daar voor Rommedaal. Die was even losgelaten, Rommedaal, door Raza. Van Hooijdonk neergelegd door Beugeloend.
Ono. Van Hooijdonk verlengt. Waterhuis. Hintze. Lucius. Feyenoord heeft PSV alweer in de achteruit gedrongen. En gedwongen. Kesman. Daar loert Vennegoor. Maar die krijgt het hoofd te weinig tegen de bal. Waterhuis is veel aan de bal. Ongetwijfeld te veel naar de zin van PSV. Hensen nu. Kesman. Draait weg van de zone waar Rommedaal wachtte. Bouma krijgt geen ruimte van Bosveld. Van Bommel hetzelfde Orno overtreding. Van Bommel, Kesman, niks. Tussen Van Bommel en Orno is een vorm van wederzijds respect. Maar het lachje van Orno is veelzeggend. De Japaner weet wie de overhand heeft. Van Bommel ging nu op zoek naar succes bij Van Wonderen. Maar succes in de duels is PSV niet vaak gegeven. Beugelen. Van Hooijdonk. Faber. Heugeloend. Met twee tegenstanders om zich heen zat er niet veel anders op. Van Bommel, Lucius. Paas van Emmerton glijdt Thomas Hommel. Emmerton. Lucius wacht te lang met achter zich Bosveld. Kalou van Hooijdonk. Kalou. Diepste man is Thomasson. Afgeschermd door Ooyer, teruggekomen door Faber. Wonderen. Van Hooijdonk, Heintze. Van Bommel, Bouma tegen Orno aan. Vennegoor. Nu zat even Pauw mis. Maar Kesman niet
dreigend genoeg om Zoetebier ook maar te verontrusten. Kanu. Emmerton. Raza. Persie. Ono. Emmerton. Hoekschop via Faber en bovendien dwong Emmerton Vennegoor tot het nodige loopwerk in de achtervolging. Het is de eerste corner van de wedstrijd. En bij Feyenoord van rechts betekent dat Emmerton. Kalou. Omgehaald door Patrick Pauwe. Bauma. Kalou. Natuurlijk hield Kalou vast bij Van Bommel. Scheidsrechter wachtte nog even af of er voordeel uitrolde uit deze situatie. Maar bovendien, Lucie is ook nog een rol in spelen. Inmiddels is Faber in de problemen. Ono. Van Persie. Vrijschop tegen Ono, gevaarlijk spel. Koeman en Gerrits, beide zullen toch voor de tweede helft eventueel een wijziging moeten overwegen. Het loopt niet naar wens. Het enige dat PSV nog voor heeft is dat Feyenoord nog te weinig voor het doel van Waterreus geweest is. En de overmacht nog niet heeft uitgedrukt in de score. Natuurlijk mag Feyenoord ingooien naar de uitbraak van Thomasson. Van Bommel. Bal uit via Raza. Jan Verdegoor. Vrije schop. Voordeel PSV. Ooyer gaat mee naar voren. Faber blijft achterin. Van dergelijke momenten moet, gezien het beeld van deze eerste helft, PSV het absoluut hebben. Beugelund. Hoofd van Bosveld. Van Bommel. Opnieuw Bosveld. En dan nog eens Bosveld die een blok zet. Kalou krijgt de bal van Heinsen. Bosveld. Er gaat een overtreding. Houdt Ooyer vast. En probeert via onschuldig kijken de scheidsrechter nog te beïnvloeden.
Maar het fluitsignaal was terecht. Het was alleen niet Ooyer, het was Bouma die onderuit ging. Kesman. Vennegoor. Beugeloen mee. De bal niet ingehaald. Een week geleden leek het duel tussen PSV en Feyenoord toen ook op een ruststand van 0-0 af te stevenen. Toen werd er in de extra tijd, die nu 1 minuut bedraagt, gescoord. Kesman, Vennegoor, Rommedaal is nu eindelijk de tegenstander voorbij. Rommedaal schiet dan zelf. Een van de weinigen, zo niet de eerste keer, dat Dennis Rommedaal Raza kwijt was. Opnieuw Rommedaal. Nu met een dubbele dekking geconfronteerd. Daar is het rustsignaal. Nu wordt er niet in de blessuretijd gescoord. Van Marwijk kan uitermate tevreden zijn. Behalve over één heel belangrijk detail. Feyenoord had volledig het overwicht. Maar scoorde nog niet tegen PSV. Dat de onderliggende partij was eens te meer. 0-0 zou een onbevredigende uitslag zijn natuurlijk, met name voor PSV, maar ook voor Feyenoord. Er zijn er die van de kerstdagen nog wat reliquieën hebben overgehouden op de tribune. En iedereen is in afwachting van of de leiding van PSV, Gerets en Koeman, meteen na de rust al tot een wissel besluiten. Maar Brugging bijvoorbeeld is nog hier. En ook Gakko Gietsen die daarvoor in aanmerking zou komen. Ook Jan de Jong is nog op het veld. Dus een snelle wissel zit er mogelijk niet in. Dit is hem, John de Jong. Maar in de kleedkamer van met name PSV zal toch gesproken worden over het verloop van de eerste helft. Waar Feyenoord nog redelijk tevreden kan terugblikken. En eigenlijk is iedereen in de Kuip in afwachting van een doelpunt. Een doelpunt dat de wedstrijd helemaal opengooit. De meerderheid van het publiek natuurlijk in afwachting van een doelpunt van Feyenoord. Maar 1600 man uit Eindhoven denken daar ongetwijfeld anders over. Dit zou Feyenoord tot vreugde stemmen. Als Pierre het weer zou doen. Maar één hoekschop is er geweest in de eerste helft. En weinig gevaar voor beide doelen trouwens. Minister van Justitie en de minister van Justitie van de KNVB, de algemeen directeur Henk Kessler, met daarachter Rob Baan, technisch bestuurslid van Feyenoord. Helemaal achterin Fred Blankemeijer, de perschef. Iedereen in afwachting van. Maar Juri Nikiforov heeft gezien en gehoord dat zijn collega's in aantocht zijn.
Gerrits en Zoetebier. Kesman. Van Persie. Het spitsenduo van Feyenoord in de tunnel, het spitsenduo van PSV al buiten. Waterreus verdedigt het doel voor het vak dat meestentijds de fanatieke Feyenoord supporters herbergt. Zoetebier staat voor het vak van PSV supporters waar twee lege zones naast zijn vanwege de veiligheid. Ook Graham Barber heeft geconstateerd dat dezelfde 22 als voor rust aan de tweede helft gaan beginnen. Blijft het zo, dan is Feyenoord door, dan is het doelpunt van Pierre van Hooijdonk in Eindhoven dubbel tellend. PSV begint. Heinze. Feyenoord heeft de bal weer snel overgenomen. Kalou. Kalou trekt naar binnen. Onno. Onno krijgt net niet de ruimte om uit te halen van Persie dan. Van Hooijdonk. Thomasson. Bal karamboleert via het effect naar Heinze. Bosveld. Thomasson, Onno, Emmerton. Kalou. Heinze verdedigde. Kesman. Met Emmerton. Vrije schop PSV. Vennevoor. Moeizaam communiceren met Rommedaal. Kesman. Rommedaal. We gaan op Bosveld. Van Persie. Onno. Onno trekt het spel bewust naar zich toe. Bosveld. Van Persie. Tweede keer sinds de rust dat Robin van Persie schiet. En dat duidt op een iets opener duel dan in de eerste helft. Bosveld, Onno. Mag er ook eens naast zitten. Van Persie. Beukeloen geraakt in het gezicht en dan fluit de scheidsrechter aanzienlijk laat. Alsof de arbiter zich realiseerde dat het toch maar beter was om Van Persie niet door te laten gaan. Nadat Beukeloen naar het gezicht grijpt en gewoon niet meer meedoet. Beukeloen
Mommeren. Van Persie. Beetje hoog voor Ono, maar niet te min. Al uit van het hoofd van Beugelund. Thomasson. Van Persie. Weghaald door Ooyer. Bouma. Geen buitenspel. Nee. Lucius liep uit de rug van Emmerton vandaan. Bouma. Vennegoor. Power. Power die onmiddellijk verhaal haalt bij de grensrechter. Maar de man had het gelijk aan zijn zijde. Power. Raza. Bal uit door Kessman. Nu is het PSV dat Feyenoord onder druk probeert te zetten. Van Persie. Ooyer. Beugelund. Kessman. Van de bal gespeeld door Van Wonderen. Hier is Bosveld. Die bereikt Van Hooijdonk niet. Vennegoor. En Power. Er zit in de eerste 5 minuten van de tweede helft wat meer leven in de wedstrijd. Beugelund. Van Bommel heeft nog niet zijn stempel op de wedstrijd kunnen drukken zoals hij dat wil. Mist misschien de dynamiek met name van Johan Vogel ook naast zich op het middenveld. Lucius Emmerton. Kalou kan er niet bij. Maar dan Thomasson. Thomasson is daar alleen. Heinze. En Ooyer en Thomasson praten het misschien uit. Vennegoor. Bromedel. Was slecht. Ono. Raza, Van Persie. Bal uit door Beugelund. Raza, Van Hooijdonk. En nu gooit PSV. Ono, Van Hooijdonk, Thomasson. Tegen Bouma. Van Bommel, Bouma. Lucius ging diep. Goeie onderschepping door Van Wonderen, Ono. Raza. Ono. Beugelund. Zorgde dat Van Persie niet meer meedeed. En nu gefloten tegen Van Bommel. Die Ono het spelen onmogelijk maakt. Zo heeft Ono Feyenoord een vrije schop bezorgd. En het is natuurlijk
niet de ideale positie, maar af en toe lijkt het alsof Pierre van Hooijdonk daar nauwelijks mee zit. Van Hooijdonk. En de inzet is te makkelijk. Floten tegen Kesman. Als vaak duren dit soort momenten lang, heeft voert de organisatie de boventoon. Nu is het Faber die de bal moet wegtrappen. Ingooien gelaten aan Raza. En weer duurt het lang. Maar Onno is altijd wel een goed adres. Raza. Onno. Raza. Van Hooijdonk was helemaal achterin. Van onderen. Hooyer, Bosveld, Van Hooijdonk, Temidaan, al over de zijlijn gespeeld door Faber. Het is Feyenoord dat eventueel gaat wisselen als Leonardo warm loopt. Kalou, Thomasson en Onno. Kreeg de bal de voeten niet lekker achter. Voorrust, meestentijds. Spel op het middenveld. Van Bommel. Mensen. Kesman. Voorzet richting Jan Vennegoor. Die wordt teruggefloten voor een klein vergrijp. En Vennegoor kijkt met een blik van zo is het voor een spits helemaal geen doen. Want wat deed ik nou tegen Raza? Weer staan alle veldspelers op een klein deel van het gebied. Van Hooijdonk verlengd. Maar Thomasson komt er niet aan. Heinze, Rommedaal. Van Bommel. Werd vrijgemaakt voor Kesman door Vennegoor. En dat is de eerste keer sinds de rust dat PSV gevaarlijk uitbreekt. Het is meteen de eerste hoekschop voor PSV sinds het begin van de wedstrijd. Ja,
Kijken of het huiswerk van PSV van gisteren vruchten heeft afgeworpen. Van Bommel. Vennegoor kwam er bijna bij. Heinsen. Bal nog aangeraakt. Jazeker. Door Van Persie. Maar nu lang. Goed weer. Heinsen. Heugelund. Bosveld. Van Persie nu aan die kant. 20 jaar leeftijdsverschil tussen Jan Heinsen en Robin van Persie. Bosveld onderschepte. Van Persie afgezaagd door Lucius. Zo is het een vrije schop voor Feyenoord. Heinsen trapt langs de bal. Maar herstelt dat. Van Wonderen. Vlag gaat niet omhoog. Kalou dus. Te hard voor Thomasson. Met landgenoot Beukelen. Thomasson natuurlijk wel volgende week geselecteerd door Marten Olsen voor het Deense elftal. Beugelund krijgt een wedstrijdje rust. Of Olsen wil iemand anders proberen in die positie. Van Oudon. Beugelund zat ernaast. Faber komt de bal over het eigen doel. Met in de rug Jondal Thomasson. En dat is maar goed ook wat Faber deed. Zo wordt het weer 2-2 in hoekschoppen met Emmerton achter de bal. Dapper geschoten. Van Persie met zijn derde schot sinds de rust. Bosveld. Kessman is geblesseerd. Geraakt door Pauw. Of het dan een elleboogstoot is of Pauw zich breed maakt. Dat heeft het voordeel van de twijfel aan Patrick Pauw. De scheidsrechter ziet hier terecht niks in. Met Kessman even buiten geeft PSV de bal terug aan Feyenoord. Maar natuurlijk wel een paar straten verderop. Het is Ramzi die wordt opgeroepen aan de kant van PSV. Yes.
Odong van Persie. Thomasson. Ono. Kalou. Heinz ertussen. Lucius. Kalou. Lucius draaide zichzelf de probleemzone in. Van Odong. Hamilton. Thomasson was vrij. Hier is Bosveld. Behoudens die fase met twee hoekschoppen. Meeste dreiging ook nu weer van Feyenoord. En Ramsey komt dus als opvolger van Theo Lucius. Opvallende keus. Met Gakogica op de bank. Om Ramsey deze wedstrijd als eerste in te brengen. Ramsey voor het eerst. Kesman. Kesman, Bosveld durft hem niet neer te halen. En nee, het was Onno die hem niet durfde neer te halen. En Feyenoord krijgt daarin gelijk. Rommendaal. Beugelund. Van Bommel. Vlag hem ook voor buitenspel. Dat moet dan verder voor geweest zijn. En niet Kesman, want die was er zeker niet die achter de verdediging stond. Inderdaad. Handig gedaan door Onno, die vrije schop binnen gehaald. Van Persie. Raza. Geen sluitende combinatie met Onno. Nu Rommedaal voor PSV. Maar ook die komt Onno tegen. Gerrits en Koeman hebben dus gekozen voor Ramsey, die niet altijd even gelukkig geweest is aan de linkerkant. Waar hij nu spelen moet. De rechterkant is bijna per definitie bij PSV vergeven aan Dennis Rommedaal. Ramsey zelf heeft af en toe wel eens te kennen gegeven het liefst achter de spits te spelen. Maar ook daar zijn de plaatsen ruim bezet. Hier komt Kasper Beugelund. Veel deed Power niet. Beste linkervoet bij PSV is die van Fred Bauma. Resteert nog een kwart wedstrijd.
Beugelund. Waterreus. Terug in de selectie van het Nederlands elftal. Miste de wedstrijd tegen Engeland, de selectie wegens de elleboogblessure. Hier is Kalou. Emmerton. Niet goed gegeven en daarna een overtreding van Kalou. En als Kalou Stennis maakt, is hier aan. Barber is de tweede scheidsrechter van Engeland na Graham Paul, die naar het wereldkampioenschap gaat in Korea en Japan. Rommedaal. Beetje uit positie van Wonderen, daardoor een hoekschop voor PSV. Faber en Neuer mee. Gerard. Mijn teken. Smollerek gaat komen, maar Van Marwijk wil zeker wachten tot na deze hoekschop. Bouma. En dan weer snel gefloten voor een aanvallende overtreding van Jan Vennegoor of Wesseling. Van Persie gaat en maakt plaats voor Ebi Smollerek. Dankbaar applaus voor Van Persie en Feyenoord zit ruim in de jonge, talentvolle spelers. Van Persie misschien voorop, maar Smollerek zeker niet uit de vlakken of te vergeten. Van Hooijdonk. Kalou van Hooijdonk. Bosveld komt er niet aan. Kalou. Vrij schop voordeel Ramzi. Feyenoord voorkomt dat hij snel genomen wordt. Dat kan je Bosveld wel overlaten. Bosveld krijgt wel een vermaning van de scheidsrechter. Vennegoor. Kesman uit de draai. Ai. Daar moest Zoetebieren even op zijn kievieven zijn. En nu is aan de andere kant Kalou weg. Gestuurd door Heinze. Ooyer verdedigd. Ono. Kalou. Kalou. Thomasson liep alleen maar achteruit. Beugelund. Pauwe. Thomasson. Van Wonderen. Kalou. Pauwe. Ono. Smollerek. Ono. Die brengt de verrassing erin. Smollerek. Komt er net niet door. Kesman liet de bal glippen. Daardoor heeft Feyenoord weer de bal. Is hier Bosveld en wordt er gefloten voor een overtreding van Van Bommel. En daarmee eventueel voordeel voor Feyenoord weg.
Thomasson. Hij werd neergelegd door Van Hooydonk. Op appel van Power gefloten tegen Kesman. Overtreding van Noordon. Op Faber. En weer Ono. Kalou. Kalou. Met Ramzi. Voorzet Emmerton. Thomasson kon er niet bij. En Smollerek had niet de juiste hoek in het vizier. Eerste actie van Kalou en dan de voorzet die niet tot het gewenste resultaat leidt. Thomasson wilde en Smollerek kon niet. Smollerek zet nu een blok tegen Vennegoor. Van Mommel. Nieuw van Mommel. Nu heeft hij heel even ruimte aan de andere kant van Bommel. Dat is een schitterende goal van Mark van Bommel. En plotseling is alles anders. Eenmaal ontsnapt Mark van Bommel aan de aandacht van Shinji Ono en Feyenoord. En terwijl Gakogica aanwijzingen krijgt, nog eens. Van Bommel loopt weg bij Ono, manifesteert zich aan de linkerkant en ziet waar de bal diagonaal achter Zoetebier kan. En zo is plotseling de wedstrijd ondersteboven gezet, is PSV de bovenliggende partij en moet nu Feyenoord. Vrije trap, Smollerek, gefloten tegen Beukelhoen die geel krijgt. Wissel aan de kant van PSV, waar nu Rommedaal naar de kant gehaald gaat worden om vervangen te worden door Gakogica. Dat zal betekenen dat Ramzi naar rechts verhuist. De vrije trap komt van Ono. Het hoofd van Kalou. Mark van Bommel, die de rechtervoet achter de bal krijgt aan de linkerkant van de as van het veld. En let op de frustratie bij schoonvader Bert van Marwijk. Vijf kwartier, de betere ploeg Feyenoord. Maar nu PSV van Bommel stuurt Vennegoor weg. Feyenoord moet natuurlijk de deur opengooien achterin.
Ramzi inderdaad op rechts nu. Klopt af met een doelschop. Wat heeft Feyenoord nu nog voor middelen? Zoetebier zoekt Smollerek, daar is Beugelens bij. Onno. Thomasson niet. Van Bommel. Smollerek. PSV verdedigt met man en macht. En eventueel waarschijnlijk ook manhaftig. Een overtreding van Raza. En tijdwinst voor de ploeg van Mark van Bommel. Nou, overtreding. Doe het maar met een hoofdletter. Hoyer. Kesman. Ramzi. Van daaruit kan hij voorzetten en dan Kesman bijna op de doellijn. Feyenoord geeft nu de ruimte weg waarnaar PSV de hele tijd op zoek geweest is. Bommel. Kesman. Power. Bal karambuleert naar Van Bommel. Die vroeg in de wedstrijd geel kreeg. Zich daarna moest inhouden. Zich meestentijds als een heer gedroeg tegen Cigliano en wachtte op dat ene moment dat uiteindelijk dus toch gekomen is. Kesman. Van onderen. Been van Kesman te hoog. Van Bommel. Kesman belaagt Van Wonderen. Smollerek. Onno. Pauwe. Smollerek. Bosveld. Bereikt Onno niet. Van Bommel. In de ruimte gelopen door Gakogice. Die zoekt het linkerbeen. Ramzi nu de pauw omver. Emmerton. Vrij schop tegen Heinze. En Feyenoord zet veel op deze kaart. Viermaal geel voor PSV. Eén schorsing tot nu toe. Achter de bal Onno. Ja, achter de bal Pauw natuurlijk.
Pauwen. Van onderen. Van Bommel. Kesman. Een hoekschop betekent ook tijdwinst. Dan moet Raza onder andere gaan. Nieuwe aanvalskracht heeft Feyenoord nodig met Leonardo. En ook met Elmander, die komt in plaats van Thomasson. De situatie van Feyenoord verslechtert net zo hard als het weer. Vennegoor bij de eerste paal. De vraag is hoeveel tijd de scheidsrechter er ook bij geeft. Hoeveel tijd Feyenoord nog heeft om eventueel een verlenging er nog uit te slepen. Elman. Ramzi. Heuvelen. Ono speelt nu linker verdediger. Leonardo. Eerst belaagd door Beukelund. En pas even daarna naar het gras. Leonardo was ontsnapt aan Beukelund. En ging toen pas tegen het natte gras. Vrije schop, voordeel Vennegoor, overtreding Power. Hoe zuur wordt deze avond voor Van Marwijk en Feyenoord. Ramzi, Power. Bouma, ga ik op fietsen. Maar PSV gooit. Van der Erik, Kerkum en Pieters Graafland daarvoor. Ono. Wegglijden, toch de bal bij Elmander, maar die heeft geen controle. Leonardo zet het lichaam ertussen, maar Ramzi wordt niet teruggefloten. En dit is geen buitenspel van Ramzi. Ramzi wil zelf. Schiet de bal in zijn net, waar Gakko Gietse de vrijheid had. Inmiddels Feyenoord met Van Hooijdonk. Bosveld. Kalou. Van Hooijdonk. Leonardo niet. Slecht werk van Ramzi, maar goed werk van Van Bommel en Kesman. Soetebier. Feyenoord wil maar één ding, wil aanvallen. Van Wonderen, Ono. Moet nu de zaak van nog verder achteruit sturen. Van Hooijdonk, Heinze verdedigde, Elmander. Bosveld, Van Hooijdonk.
Te Wild. Johan Elman. Dan komt er uit het Feyenoordvak een tweede bal. Terwijl beide bezigheden volgden van Gerard en Koeman. Ver weggesprongen bij Smollerak. Jan Heinsen. Maar bij belangrijke wedstrijden krijg je hem er niet uit. PSV wisselt nog een keer. Haalt Vennegoor op Hesling naar de kant. Brugging komt. En PSV is er bijna. De vierde man moet nog aangeven hoe lang dat nog duurt. 4 minuten. Leonardo. Elman en Faber. En PSV mag gooien. Van de Engelse scheidsrechter die, terwijl er iets op het veld gegooid wordt nu van de tribunes. Dat moet niet te veel en te vaak gebeuren. Beukelund wordt bekogeld daar. Zakke Gietsen is buitenspel van Brugging. Laat gefloten. Door de scheidsrechter die 1 keer eerder PSV floot in de Champions League. En toen PSV in het pak floot door in Valencia een indirecte vrije trap. Die direct gescoord werd toe te kennen. Van Hooydonk. Leonardo en Beukelund. Ono. Wie komt er dan? En al die verhalen nu niet meer van toepassing. Gerrits wist dat de halve finale UEFA Cup 2 minuten weg was. Tot dit moment dat Pierre van Hooydonk de bal diagonaal binnenkomt. De voorzet van Johan Elmander. En Van Bommel is bij Van Hooydonk. Waar Ooyer en Faber even elders zijn. En de vreugde bij Feyenoord is gigantisch. Onmiddellijk wordt er gefloten voor het eindsignaal. Als was het om te illustreren hoezeer Feyenoord op de valreep aan uitschakeling is ontkomen. Wie geloofde er nog in? Behalve misschien Pierre van Hooydonk. En welke invloed hebben de wissels nu op de verlenging. Waar PSV 3 aanvallende spelers heeft ingeruild. En Feyenoord 3 aanvallende spelers heeft gebracht. Dit was dus het verloop van een wedstrijd die een tijd lang helemaal op slot leek te zitten.
Mark van Bommel met de rechter. Onbereikbaar voor Zoetebier. En als dan na dit doelpunt de tijd in het voordeel van PSV, dat voor het geduld en de standvastigheid beloond lijkt te worden, aan het verstrijken is, is hier in de ultieme seconde nog eens Pierre van Hooijdonk met zijn 6e Europese treffer, maar ongetwijfeld de meest gouden van allemaal in het verhaal tot nu toe. PSV en Feyenoord. Feyenoord en PSV hebben elkaar nu 4 wedstrijden lang dit seizoen al in evenwicht gehouden. 0-0 hier en 3-maal 1-1. Nu heeft Feyenoord het voordeel van het thuisspelen in de verlenging. Waar PSV dan nog eventueel het voordeel heeft dat een doelpunt in de verlenging nog steeds dubbeltelt. Geen sudden death. Geen golden goal. Het gaat immers om 2 wedstrijden. En dan zou het thuisvoordeel te zwaar wegen. Dus 2 keer 15 minuten. Plotseling leeft het legioen. Leeft de ploeg van Marwijk weer. Want eerlijk is eerlijk, PSV had Rotterdam bijna op de knieën. Mark van Bommel had Feyenoord bijna op de knieën. Maar tegen Rotterdam, tegen Feyenoord, met name ook tegen Pierre van Hooijdonk, zegt nooit iets voor het definitief geloven is. Brugging, Gakko Gietsen en Ramzi, de verse mensen bij PSV, Leonardo, Smolarek en Elmander aan de kant van Feyenoord. ...180 minuten is er naartoe gewerkt. Maar de apotheose die zich nu in 30 minuten gaat voltrekken. Op het spel staat een plaats in de halve finale van de UEFA Cup. Beugelend. Waterhuis. Van Onderen. Van Bommel probeert het maar, schiet tegen Pauw aan. Kamer. Heinze. Het wordt natuurlijk nu ook een conditieslag. En beide ploegen hebben al hun wissels uitgespeeld. Van Hooijdonk. Vrije schop voordeel van Hooijdonk. Overtreding Ooyer. Vaak wordt van Hooijdonk verweten dat hij zo over het hele veld zwerft. Zoals nu weer hier. Dat hij te weinig in de spits is. Maar op het moment dat hij er moest wezen, was hij er dus net ook. Deze bal is achter geweest. Nee, zegt de grensrechter. Maar ja, zegt de scheidsrechter. De grensrechter die op de lijn stond gaf het niet aan. Maar Barber
stond er aanzienlijk dichterbij. Brugging. Ramsey. Overtreding Mono. Mono die noodgedwongen in de verlenging ook tegen Ramsey als linker verdediger moet spelen. Ramsey. Beugelund had te veel snelheid. Van Wonderen. Faber. Mensen. 38 en nu nog een half uur extra moeten spelen. Hooyer. Brug ik er niet aan. Prijs op voordeel van Bommel overtreding Kalou. Kalou speelt achter de spits. Positie van Thomasson. Elmander vanaf de rechterkant. Milde te veel. Van Bommel. Bosveld. Kalou. Neergemaaid door Van Bommel en die kan geen geel hebben. Dat krijgt hij wel. En dan is de aanvoerder van PSV eraan. Het was al steeds duidelijk dat de scheidsrechter er niet voor terugdeinsde om geel te trekken. Vanaf het begin, vanaf die snelle gele kaarten in de openingsfase. Waarvan Van Bommel de eerste al kreeg. En nu, kort in de verlenging, levert deze overtreding op Kalou van Bommel het tweede geel op. En heeft bovendien ook Brugink wegens protesteren geel gekregen. Bosveld, Elmander. Zo wordt eventueel PSV, maar eventueel belast met een berg gele kaarten en schorsingen bij voorbaat voor Van Bommel en Faber. Wat dat aangaat is Feyenoord veel beter af. Ook Hens, maar balvoordeel. Alleen levert Elmander de bal weer in bij Bauma. Kesman kan daar niet bij. Zoetebier. Van Hooijdonk, Kalou. Daarachter nog Elmander. Die zet goed het lichaam erin. Aansluiting komt van Smolarek. Bosveld. Kalou. Bosveld. Bal karamboleert nog
naar Leonardo, maar die krijgt er geen controle over. Beugeloen dan. Het wordt nu een gevecht. Onno met Ramzi tegenover zich. Beugeloen roeit weg. Al achter van Hooydonk langs. Van Wonderen. Vrije schopvoordeel Ooyer, overtreding. Ebi Smolarek. Laatste raak door nou. Brugging. Ooyer. Kesman voelt aan het hoofd, maar er wordt niet gefloten tegen Power, dus kan Bosveld door. Heinsen. Gakko Gietsen. Bauma. Ramzi. Brugink. Geen buitenspel. Ramzi. Drie aanvallers heeft PSV. Daarachter Bauma. Gakko Gietsen. PSV natuurlijk eens te meer afhankelijk van een individuele bevlieging. Gakko Gietsen zet voor Bosveld. Emmerton. Gerets zal niet mopperen als het op strafschop aankomt. Zoals met een overtreding van Onno. Zoals in de bekerwedstrijd in Eindhoven. Toen na strafschoppen PSV won. Onno. In vele opzichten de klos. Want niet alleen bestraft met geel. Maar ook licht geblesseerd. Schop voordeel Smolarek. Emmerton. Power. Slecht gedaan tegen de Bruggenkamp. Van Wonderen. Van Hooydonk bereikt Kalou niet. Beugeloen. Overtreding door Kalou. Spel mag door. PSV houdt de bal. Kesman is alleen daar. Bovendien is de bal niet op maat. Elmander. Johan Elmander speelde een goede rol in de uitwedstrijd tegen Bayern München voor Feyenoord. Maakte een mooi doelpunt toen. Bauma voor PSV. Beugeloend. Daar kan Ramzi niet op lopen.
Hooydonk. Bosveld, Smolarek. Power. Geeft hem geen ruimte voor een schot. Leonardo. Weghaalt Faber. Ingreep door Ooyer. Kesman. Maar nog 15 meter op de eigen helft. Ramzi nu. Aan de andere kant is Gakko Gietse mee. Ziet Ramzi dat en kan hij daar wat mee? Nee, Ramzi wordt van de bal gespeeld. Voorzet Elmander. Faber. Bouma. Gakko Gietse. Belaagd door Elmander. Vrije schop. Faber wint tijd voor PSV. Er zijn er vele, hij dus met name, die lichamelijk ongemak beginnen te ondervinden. Het wordt ook een slijtageslag met Kalou, die de bal te ver weg speelt. Beukelund kan nog wel. Bosveld, Leonardo. Beukelund is daar nu weg. Leonardo, nee dus. Tijd kruipt in de richting van het eind. De eerste helft van de verlenging. Vastgehouden Emmerton door Gakko Gietse. Belaagd door Heinze. Hier is Kalou. En Waterhuis. Beste actie van Brad Emmerton. Belaagd en vastgehouden door Gakko Gietse. Daarna ook Heinze kwijt. Een goed paasje. Waterhuis redt PSV. Hoekschop door Emmerton. Kesman verdedigt mee in het eigen 16 meter gebied. En Ramzi roeit de bal weg. Ooyer. In de eerste helft van de verlenging. Waarin Feyenoord, terwijl de bal nog een keer op de paal van het doel van Zoetebier geschoten wordt. Waarin Feyenoord zich een voordelige uitgangspositie heeft verschaft. Door de rode kaart. Dubbel geel opgelopen door Mark van Bommel. En eigenlijk mag er niet gepauzeerd worden. Moet er meteen worden gedraaid. Maar de scheidsrechter laat het allemaal gebeuren. Heeft door
Welk een aanslag op het fysiek en het uithoudingsvermogen is gedaan in de afgelopen 105 minuten. Maar er moet snel weer herbegonnen worden. Van Goor en John de Jong. Een kwartier voetbal nog. Pauwe, Kalou, Leonardo. Weggedraaid van Beukelund, die zich ook niet meer permitteren kan trouwens. Maar Leonardo opnieuw met een zwakke voorzet. Bosveld. Gakko fietsen. Komt er allemaal uit. Ramzi. Mama. Bosveld. Ouwe. Wil Feyenoord ontkomen aan strafschoppen, zal het nu toch het spel nadrukkelijk naar zich toe moeten trekken. Pauwe, Kalou, vrije schop. En op een positie die de Kuip al bijna in euforie brengt. Overtreding van Ernst Faber op Bonaventure Kalou. Waterreus kijkt bijna meewarig. Als Van Hooydonk de bal neerlegt. Bosveld en Smolarek staan in de muur. Van Hooydonk heeft de bal klaar liggen, heeft de schoenen goed. Bal eindigt in de muur. Ja, Onno. En daarna nog Ramzi. Van Hooydonk. Pauwe. Beukelund. Kalou. Kalou. Dolt. Ooyer. Onno. Die heeft wel een goede voorzet. Leonardo. Goed ingespeeld. Kalou. Maar daarna niks meer. Beukelund. Ramzi houdt de bal binnen, maar Leonardo ontsnapt ermee. Kalou.
Kalou van achteraf gezaagd door Ramzi. Dat is niet slim daar. De vraag is of er een andere mogelijkheid was. Maar wat Ramzi hier doet tegen Kalou creëert een situatie waarvoor PSV van tevoren gewaarschuwd was. De vorige mislukte. Van Hooijdonk tegen Waterhuis. Gaat iemand regelrecht plat in de muur. Het spel gaat door. En wordt dan onderbroken door een overtreding. En dan heeft Kessman de pech om door dat projectiel getroffen te zijn. In ieder geval trok hij het hoofd niet helemaal weg. En Kessman gaat dus voor club en misschien nieuwe club door het vuur. Hij moet er even af, want hij is verzorgd. En kan bij de zijlijn een pirouette maken om weer terug te komen. De scheidsrechter kijkt even niet, dus nu is PSV twee man in ondertal bij de vrije schop die volgt. Emmerton, Van Hooijdonk. Nu zal Kessman toch wel terug mogen, inderdaad. Van Onder. Kalou verspeelt de bal. Nu Kessman tegen Van Wonderen aan de andere kant. Kessman tegen Van Wonderen. Winst voor de verdediger. Nou, nu is Kessman buitenspel. Krijgt bijna een nieuwe kans geboden door Van Wonderen. Maar dan besluit de scheidsrechter en... Daar komt Gerrit nu verhaal over halen, alsnog te fluiten. Niet dat het helpt, dat weet Gerrit ook wel. Gallagher is een oud scheidsrechter. Floot nog euro 96. Tenminste een stukje, want hij viel in de eerste de beste wedstrijd uit. En daarna eigenlijk nooit meer iets van de man vernomen. Bernardo. Onnodig een hoekschop weggegeven. Daar baalt Ooyer van. Leonardo. Waterhuis er goed uit. Onno. Emmerton. Van Hooijdonk. Bosveld niet. Brugging. Er is even ruimte. Dan moet PSV snel handelen. Brugging. Boma. Kessman, misschien een van de weinigen bij PSV die nog gelooft in een beslissing anders dan door strafschoppen in het voordeel van zijn ploeg. Van Wonderen. Bosveld. Smaller.
Maarten Elmander. Het gaat omzichtig ook van de kant van Feyenoord. Van Hooijdonk. Bosveld ingespeeld. Bosveld. Verlengd door Beugelhoend in de doelman. De hoekschop levert niks op. Emmerton hoog over. Kesman. Gaan dapper de strijd aan. En krijgt een vrije schop door toedoen van Smolarek. Is mee als verdediger, krijgt bovendien een vrije schop. Want Ooyer werd op een overtreding betrapt. Power, Leonardo. En weer is het niks. Ik zou zeggen, iemand die zo in de wedstrijd zit, laat je geen strafschop nemen. En strafschoppen zijn nog 3 minuten weg maar. Zie. Kesman. Gaat op fietsen. Rama. Kesman net te veel ruimte nodig met Van Wonder in de buurt. Ooyer boven Kalou. Goal voor Hens niet geconstateerd bij Emmerton. Lange trap van Hooijdonk, Beugelhoend. Ramsey en een snedende overtreding door Smolarek. Remmen is moeilijk op het natte gras. Bosveld. Kalou. Van Hooijdonk staat scherp. Daar is Van Hooijdonk dan Smolarek, Leonardo. Nu is de voorzet beter. Maar een prooi voor Jan Heijnsen. Smolarek, nee. Kesman, eenzame voorpost. Ramsey. Ramsey met links. Onno houdt stijl. Power.
In dus al de laatste minuut. Emmerton. Kalou. Emmerton. Emmerton heeft nog stoom, maar Gakovic ook. Kessman loopt zich vast. Nog één aanval. Van Wonderen. Niet vaak mee geweest. Kalou. En dus, als Elman erover schiet, wordt het verlengen nog één minuut. Nog één minuut erbij en dan strafschoppen. Van Hooijdonk. Power. Emmerton. Van Hooijdonk. Kalou. Het is over. Het gaat aflopen met de uitermate onbevredigende, maar noodzakelijke strafschoppenserie. Er waren er een stuk of 14, of misschien wel 16 nodig in de bekerwedstrijd in Eindhoven. Toen stond bij PSV Patrick Lodewijks in doel. Nu is het Ronald Waterhuis. Morgen om 1 uur wordt er geloot voor de halve finale op het hoofdkantoor van de UEFA in Zwitserland. Na de bekerwedstrijd in Eindhoven was het een bloedstollende, zenuwslopende strafschoppenserie. Toen stond doorgaan in de Nederlandse beker op het spel. Nu staat de halve finale UEFA Cup één stap weg van de finale hier in de Kuip op het spel. Gerrits probeert Waterhuis wat te ontspannen. Zenuwen zijn er al genoeg. En Waterhuis probeert degene die de strafschoppen moeten nemen wat op te peppen. Aan de andere kant moeten Been van Marwijk en Met God hun lijstje maken. En mag Zoetebier in het doel gaan staan. Om te beginnen zal Feyenoord één van de lijst moeten schrappen. Want PSV heeft sinds de rode kaart van Van Bommel een man minder. En dus moet Feyenoord aangeven wie er bij voorbaat niet meedoet aan de strafschoppenserie aan Rotterdamse kant. Om het aantal strafschoppennemers gelijk te krijgen. Elmander, Smolarek, Leonardo. Leonardo 2 miste in Eindhoven. En als het geheugen niet helemaal hapert, toen ook Emmerton aan Rotterdamse kant.
Feyenoordkant. Met achterin beeld ook Theo van Duivenbode. Stoïcijns, de president van PSV. In gesprek met materiaalman Carlo De Leeuw, Pierre van Hooijdonk. Je hebt toch doorgegeven, jij? Nee, ik heb niks gevraagd. Schijnt bij Feyenoord administratief een klein probleem te zijn. Aan PSV-kant, Ooyer, Brugging, Gakko, Gietsen in ieder geval. In de middencirkel met Faber en Heinzen. Scheidsrechter heeft dit doel gekozen. Het doel dus waar de aanhang van PSV in grote mate achter zit. En niet het doel voor het vak waar de Feyenoord supporters zitten. Maar dat is op zich wel begrijpelijk. Als er al voorwerpen naar Beukelhoend eerder gegooid werden vanaf die kant. Dan maak je een scheidsrechter de keus eenvoudig. Bosveld heeft ook namens Feyenoord zijn namen doorgegeven. En Brugink is de eerste die namens PSV een strafschop mag nemen. De eerste in een serie van 5. Arnold Brugink. En nog even toegesproken door de scheidsrechter Edwin Zoetebier. Ondanks het fluitconcert PSV 1-0 door Brugging. Namens Feyenoord meteen maar. Giono. Brugging zeker. Ono. Stoïcijns. Oosters Stoïcijns. Maar van binnen. Hij ging naar de goede hoek Waterreus. Maar Ono had de bal goed geschoten. Goed geraakt. En zeker. Ooyer is in competitieduels de strafschopnemer tegenwoordig aan Eindhovense kant. Als je gescoord hebt en je komt, zoals André Ooyer nu, de tegenstander voor de gelijkmakende beurt tegen. Dan kan je hem natuurlijk een blik toewerpen en een tikje meegeven. Patrick Pauwe. Feilloos. Ook nu ontlopen de ploegen elkaar. Weinig.
En na de ene nummer 17, de nummer 17 van de andere kant. Gakko Kitsen. Zoetebier brengt de Kuip in extase. Aan Feyenoord kant, aan PSV kant waren vaste klanten als Vennegoor natuurlijk al gewisseld. En natuurlijk, de serie is pas halverwege. De druk wordt steeds groter, ook voor routiniers. 33 jaar van Wonderen. Waterreus opnieuw naar de goede hoek, maar dat helpt niet. Jan Heinsen. Aanvoerder van het Deens nationaal elftal. En aan karakter ontbreekt het hem niet. Durft Vennegoor te kijken als de beurt is aan Paul Bosveld. Eén strafschop is Feyenoord nog verwijderd van doorkomen. En dan mag de volgende PSV'er Kesman niet eens missen. Kesman mist niet. Dus is het woord eens te meer aan Pierre van Hooijdonk. Van Hooijdonk die Feyenoord in de dying seconds van de wedstrijd aan de 1-1 hielp. Die Feyenoord al eerder verder hielp in dit toernooi. En die nu onder het oog van velen en sommigen die niet durven te kijken klaarstaat. Pierre van Hooijdonk. Het is Feyenoord. En daadwerkelijk schudt het stadion op de grondvesten. Ook zo weinig ontliepen de beide ploegen elkaar. PSV, via Gakko Kitsen, miste er één in de serie. En Feyenoord is morgen om 1:00 erbij voor Nederland. Als er geloot wordt voor de halve finale UEFA Cup. Feyenoord. Dat weliswaar in de beide wedstrijden de afgelopen dagen steeds, of vrijwel steeds, de betere ploeg geweest is. Maar dus een verlenging en strafschoppen nodig had om Pierre van Hooijdonk eindelijk tot koning Kuip te kronen.
zijn treffer en zijn benutte strafschop geven uiteindelijk de doorslag in Rotterdams voordeel. En van Rotterdamse kant gaat er niemand van zijn plek. Tegen dit blok van solidariteit loopt een van de komende tegenstanders. En tegen deze, Pierre van Hooijdonk, moet een van de komende tegenstanders uit het buitenland het opnemen. Mevrouw van der Herik ontvangt de felicitaties. ...210 minuten voetbal. En 10 strafschoppen. En dan gaan de beide doelverdedigers, nadat het allemaal zo dicht bij elkaar gelegen had, zo uit elkaar. Maar PSV moet de wonder likken om komende zondag weer tegen Ajax de strijd aan te winnen voor de competitie. Terwijl Feyenoord op twee fronten blijft meestrijden. De laatste week gesuggereerd heeft dat Rotterdam wat verdeeld was, krijgt nu ongelijk. Want Rotterdam is vanavond 1. De verliezer moet het doen met complimenten. De overwinnaar mag door. Zo gaat het in voetbal en met name in knock-out voetbal. Ja, Pierre van Hooijdonk, dit is het resultaat. Mooi, hè? Ja, fantastisch. Ik speel je voetbal voor de belangen zo groot mogelijk. En ja, als je dan aan de positieve kant van de streep eindigt, ja, dan is er niets moois. En toch weer van Hooijdonk, dat moet je zelf ook gedacht hebben. Sorry? En toch weer van Hooijdonk, dat moet je zelf ook gedacht hebben. Nou ja, zelf gedacht hebben. Ik ben een teamspeler en... Het is een fantastische voorzet van Elman erop laatst. Nou ja, en daar moet je een beetje geluk mee hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat ik op het einde heel weinig voor onze kansen nog gaf in die laatste 15 minuten. PSV die een paar keer de mogelijkheid liggen om de definitieve niks af toe te delen. Nou ja, dan gaat zo'n bal nog in en dan wordt Van Bommel eruit gestuurd. Wat natuurlijk ook in ons voordeel is. Nou ja, dan maken we het in de verlenging niet af. En ja, uiteindelijk... zitten we aan de positieve kant van de streep met strafschoppen. Ja, want dan zou je kunnen denken van ze hielden het vol PSV in die verlenging. Ja,
misschien dwingen zij dan dat geluk wel af in die penalties. Ja. Maar het tegendeel was waar. Ja, ja, ik denk dat het blijft een loterij en ja, die strafschoppen. Ja. Wij hebben, de vorige keer hebben het ook goed gedaan tegen ze. Toen verloren we en ja, nu zijn we door en we zijn er allemaal als groep ontzettend blij mee. En ik geloof zo te horen, niet wij alleen. Nou, was de laatste penalty, moest genomen worden en dat was ook weer Pierre van Hooijdonk. Hoe moeilijk was het? Nou, ik wilde zelf de vijfde nemen. Ja, omdat ik voel me daar sterk genoeg voor. En ja, het is toch iets andere druk, vind ik. Kan het zijn of je moet hem maken om in de race te blijven. Ja, of je kan hem de winnende maken. Of je hoeft hem misschien soms helemaal niet meer te nemen. Maar ja, ik had er wel vertrouwen in. Zijn jullie ook gewoon de mentale winnaar? Ik bedoel, als je zo laat in de wedstrijd, in de echte wedstrijd, de 90e minuut nog scoort. Ja. Ja, kijk, je maakt in blessuretijd maak je die goal. En dan wordt net in het begin van die verlenging wordt Van Bommel eruit gestuurd. Dus PSV krijgt twee tikken in een heel kort tijdbestek. En dat komt aan natuurlijk. En ja, misschien, ja, je weet het toch nooit. Voor mij heeft het absoluut niks met die strafschop te maken. Het feestje krijg je nog een keer. En hopelijk voor jullie ja, ook in de finale natuurlijk, hè? Want die is hier. Nou ja, we zijn op weg in ieder geval. En dat is heel wat. Als we van tevoren hadden gezegd dat we na de uitschakeling van de Champions League halve finale UEFA zouden staan, dan zou iedereen ons voor gek hebben verklaard. En we staan er. We hebben toch een seizoen, maken we mee met pieken en dalen. We zitten in de eindfase van de competitie, daar doen we goed mee. Nou, dit is een hele grote opsteken natuurlijk voor het vervolg. Dus ja, kunnen er nog veel mooiere dingen gaan gebeuren. Dankjewel. Dat was de